dat u toch op dit persoonlijke stukje zit. We hebben allemaal dagelijks... Nou, u zit erop, hè? Ja, maar u geeft er toch vrij behoorlijk antwoord op, als ik het eerlijk mag zeggen. Kunt u zich voorstellen dat we hebben allemaal dagelijks met meneer Heineken meegeleefd, dat we eigenlijk maar hopen dat wanneer u die toga uit heeft, dat u dan in elk geval zegt, ik heb mijn werk goed gedaan, maar ik vind het jammer? Dat kan ik pas beoordelen op het moment dat de zaak achter de rug is. Dan nodig u dan nog een keer uit. Meneer Moscovici, uitstekend. Ja, ik hoop dat u het niet al te ingewikkeld vond, maar het leek ons belangwekkend genoeg om dit aan de orde te stellen. Uiteindelijk sleept deze zaak nu al weken vanaf begin van deze maand. Waar het even lachen is om bij te komen, dat is in de Tweede Kamer. We gaan voor de laatste keer naar de Tweede Kamer. Daar is iets aan de hand, want ze zijn een orkestje aan het formeren. En u moet eens opletten, het CDA hangt ergens rond in het repetitiehok. Hier gaan we in de Tweede Kamer. Meneer de voorzitter, geachte afgevaardigden, er zijn stemmen opgegaan om een orkest te formeren, om hier en daar aan officiële gelegenheden wat luister bij te zetten. Lijkt ons een uitstekend idee. We hebben ook al een naam bedacht voor het orkest. We noemen het Kamerorkest. Meneer de Vries, u krijgt in het Kamerorkest de doedelzak. En u, meneer Nijpels, u hadden we gedacht als leadzanger. We weten dat u dat aardig kunt, maar u moet wel de teksten uit uw hoofd kennen. Is dat een voorwaarde? Absoluut. Dus vanaf nu is het voor u tekst leren geblazen. En voor u, meneer Den Uyl, hadden we gedacht aan de triangel. Ah. Ik heb gehoord dat u daar heel goed in bent. Over dat laatste zult u geen illusies hebben. Maar... U had vroeger toch dat orkestje Crazy Joop en his Red Rockers, daar heeft u toch ook triangel in gespeeld? Dat wil één keertje doen nog. Nog één keer. Fijn. Meneer Ivo. Ah, Beppie uit de kantine. Wat is er? Bijna het hele CDA zit opgesloten in het repetitiehok. In het hok? Ja, we zijn de sleutel kwijt. Meester, laat maar lekker zitten. Meneer Brinkman, volgens mij heeft u dat op u geweten. Ik hecht eraan hier vast te stellen dat ik geen enkele poging heb gewaagd om het CDA in het hok te krijgen. Heren, wie heeft de sleutel? U heeft hem toch niet toevallig, hè? Ja. Nou, laat ze eruit. En doet u eindelijk ook eens die kauwgom uit uw mond. Dat geldt ook voor u, meneer Costo. En dan even het repertoire. Meneer Brinkman, wat gaan we spelen? Ik leg niet op dat Tchaikovsky moet worden gespeeld of de zangeres zonder naam. Nee, maar dan noemt u ook even twee kanjers, zeg. Maar goed, hoe dan ook, we gaan elke dag repeteren van 9 tot 6. Akkoord? We moeten ook nog tijd hebben voor conversatie, opvoeding, eten, slapen, beweging. Enfin, alles wat de minister van Welzijn en Volksgezondheid ook lief is. Ja, hoor eens, dat kan dus niet. Het is het een of het ander. Want, mijn heren, we willen voor de zomer ons eerste plaatje in de winkels hebben. Hoe het ook klinkt. Ja, en dan dat plaatje wat eruit komt, is dan natuurlijk niet bevredigend. Kan niet schelen. We zorgen gewoon dat die veel gedraaid wordt. En dan wordt het sowieso een hit. Ja. Ja, luister eens. Ik zeg altijd over een plaat. Hoe die klinkt, kan niet schelen. Als je haar maar goed zit. En dan, meneer de voorzitter, heb ik hier voor mij de motie Brinkman. En daar staat letterlijk in... Ten einde ook een centje te kunnen verdienen, stellen we voor... Ik lees het goed. Een Wulpse zangeres. Nou, neem me niet kwalijk, meneer Brinkman. Maar daar krijg ik toch een heel klein beetje een vieze smaak van in mijn mond. Er moet brood op de plank komen en in die zin is het niet vies. Nee, inderdaad, want als het een beetje mee zit, pak je toch mooi nog een rooi in de maand ook. Dat telt aan. Maar goed, een zangeres dus. Dat lijkt ons een uitstekende aanvulling op het orkest. Ja, inderdaad. Maar dat is inderdaad een grote aanvulling. Punt is alleen, wie moeten we daarvoor nemen? Want het moet toch een beetje een Wulps, Vanessa-achtig type zijn. Wie van de dames? Daar schrik ik toch een heel klein beetje van, mevrouw van Nieuwenhoven. Dat is prettig. Ja, sorry hoor, mevrouw van Nieuwenhoven, maar u denkt wel dat u een beetje aan die eisen voldoet. Nou goed dan, als we er een beetje een decolleteetje tegenaan gooien, dan wordt het nog wel wat. Niet waar, meneer Lubbers? Ik geloof dat het juist is. Ja, dat zegt u heel vaak, meneer Lubbers. Mevrouw van Nieuwenhoven, wat ons betreft kunt u nu beginnen. En nu betekent dus 1986.
op dit moment. Ja, Amahoula, nu is nu. Oh, er is iemand die even een bericht wil voorlezen. Ja. De CDA-fractie is terug in het hok. U zou die zin nog eens even voor me willen herhalen. De CDA-fractie is terug in het hok. En daar blijf ik bij. Meneer Ivo, ze zitten er weer. Ja, dat hoor ik ook net. Maar goed, dan zitten ze er maar vast. Mijn heren, over 3 minuten aanvang van de repetitie. In het hok dan maar. Alles erin? Alles erop en eraan, meid, zoals jij bent. Hallo. Ja, jongens, we gaan er hier geen rotzootje van maken.